Zo zullen Keller, Nederlands damkampioen, en Gaston, Frans wereldkampioen, de komende weken meermalen zitten. Wethouder Schokking van Amsterdam verlichtte hun taak in de eerste partij door de eerste set te doen. In goede vriendschap begint daarna de wedstrijd. 14 partijen in totaal zullen beslissen of de Fransman wereldkampioen zal blijven, dan wel of onze landgenoot Keller titelhouder zal worden.